Maar we gaan eerst terug naar zaterdagavond. Naar de thuiswedstrijd in het Kyocera Stadion tegen RKC. Ik heb de ploeg gewaarschuwd voor de uitvallen van RKC. En als je dan je man niet volgt, ja, dan schieten ze die bal erin. Of koppen ze die bal erin. En dat zagen wij al een seconde of vijf aankomen op de bank, want hij was vrij. Nou ja, daarna denk ik dat je aan de bal het prima doet in de eerste helft. Hetgeen wat we wilden, doorkomen via de backs, een overlap aan de zijkant, de vrije rol van Gert. Ja, daar hadden ze eigenlijk geen antwoord op. Alleen je hebt zulke grote kansen gehad, dan moet je de trekker overhalen. Nou ja, dat laat je na. Zeggen, de tweede helft vond ik het voetballend ook een stuk minder. Nou, dat blijkt eruit dat je geen echt grote kansen meer creëert. En dat was teleurstellend. Jij ziet ook 88 minuten je ploeggenoten wel aanvallen en aardig voetballen tot aan de 16, maar nauwelijks iets creëren. Dat moet ook voor jou als verdediger frustrerend zijn. Ja, daar ben je helemaal lijp van, maar ik denk toch wel dat we een paar 100% de kansen hebben gehad. En ik denk toch ook dat de keeper een paar ballen heeft gepakt die ongelooflijk, die hij nooit meer van zijn leven pakt. Was het dan domme pech? Nee toch? Nou ja, ik denk dat we weinig wedstrijden hebben dat we zoveel kansen pakken. Als we hier de drie punten hadden gepakt, dan waren we gewoon definitief beneden een beetje weg. En nu blijft hij daar hangen.